Alright. Waarom rij je zo? Huh? Waarom rij je zo? Ja. Automatisme? Oh. Waarom corrigeer je me nu pas? Nou ja, zo kom je er ook. Als je nu gewoon rechtaf de A44 op gaat, dan kom je er ook. Maar ik denk, nou ja, je zal het wel weten. Ja, dat wist ik ook. Dit is echt automatisme. Alhal. Ik rijd natuurlijk met de motor bijna niet anders dan deze route. I know. Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Edie. Hoi, ik ben Elp. Wat doe je achterop? Jee. Hallo, wat doe je achterop? Wat doe ik achterop? Zitten. Waarom? We zijn onderweg om onze auto op te halen bij de APK-keuring. Nou, dus, formeel gezien is het jouw auto. Ja, onze auto. Nou, formeel gezien is het jouw auto. En aangezien het niet helemaal naar de deur is, naast de deur is en niet tot de fiets te rijden valt, mag ik weer een keertje mee achterop. Jee! Ja, hij zit door de APK. Ja. Iets met een kogel en stuur en dat drempels. Huh? Drempels. Drempels, ja. Ja. Gaat voor jas, pa. Ja, precies. Wow. Het is maar goed dat jullie dit niet kunnen ruiken, dames en heren. Oh! Fuck it. Jeez. Okay. Dat zijn geen landbouwlichten. Nee. Geen ui meer voor jou. Oh, sorry. Oké, ga verder. Right. Dus. Wie heeft er hier net een knoflooksalade op? Ikke. Dus. Jezus, was dat jouw wind? Nee! Goed, dames en heren. Jullie hebben net een... Nee, dat ga ik andersom doen. Ik ga het anders monteren. Wij willen het... ik wil het hebben over een stukje veiligheid. Ik ben toevallig afgelopen week bij Dame geweest. Bij Dame... ik noem het Dame Letters. Dame Motorkleding. En daar heb ik onder andere deze nieuwe handschoenen gekocht. Tudu. Mooie nieuwe handschoentjes. Ik zal wat foto's erbij doen. Daarbij hadden we op een gegeven moment ook de vraag over het vermaken van mijn pak van Dame. Ik heb het pak tweedehands gekocht, dat zeg ik er eerlijk bij. Ik heb gewoon geen geld voor een nieuw pak. Hoewel ik dat het liefst wel zou willen, zeg maar. En dan ook volledig helemaal naar eigen wens. Maar goed, voorlopig moeten we het even doen zoals ik het nu heb. En dat is dus een tweedehands pak wat een klein beetje vermaakt moet worden. En dan ook tevens valprotectie erin. Want dat zit er gewoon nog niet in. Dit model wat ik heb, daar zitten alleen schuimpjes in. Nou hadden we het met de verkoper over het vermaken en wat ik erin wil en mijn wensen, zeg maar. Verkoper gaf ook aan van de meeste of veel van de mensen vinden een rugprotector al te veel. Die willen het liefst de rugprotector eruit hebben. Dus doen we er maar een schuimpje in. Beter iets dan niks. Ja, wat jullie zo meteen kunnen zien is dat ik iets meer heb dan een rugprotectortje en een elleboogprotectortje en een schouderprotectortje. Als ik deze motorjas aan heb, niet dit, deze, als ik deze motorjas aan heb, dan heb ik daar dus een volledig bodyprotector onder. In mijn motorbroek, dit is die van Revit nog, de Revit Dominator, model 1, en helaas nog zonder de ventilatiegaten. Dat is pas een model later gekomen. Ik ben blij dat hij niet ventileert. Ga verder. Goed, ik ga even omdraaien, die auto blijft daar lekker staan. Goed, ga verder. Je weet dat aan de achterkant er een gaatje zit, hè? Oh, ja, iets van knoflooksalade. Nou, precies. Ja, goed, succes. Ja. Ja, Revit Dominator. Revit Dominator. Ik heb dus een Revit Dominator broek. Helaas dus, zoals gezegd, zonder die ventilatie gaat aan de voorkant op mijn bovenbenen en zo. Dat zit in de modellen later. Maar die heb ik dus nu wel aan. En de reden dat ik dus nu gecombineerd ben in, Cortex en leer, is dus omdat mijn leren broek net niet past. Dan kan ik gewoon niet lekker op de motor zitten en dat voel ik in mijn knieholtes en dat soort dingen. Ik ga dus binnenkort, ik had eigenlijk vandaag gehuld, maar vandaag liep anders dan gepland. Wellicht gaan we morgen, maar morgen schijnt het weer heel vervelend te worden. Dus we gaan nog even naar het nieuws kijken, maar misschien dat ik toch morgen gewoon even ga. Gaan we naar Dame en dan breng ik daar mijn broek. En dan worden de maten even genomen en dan wordt mijn broek vermaakt. En dan ook meteen de protectie erin. Met protectie bedoel ik dus kniebeschermers en heup
en dat soort dingen. Ik heb gevraagd of de jas ook aangepast kan worden. Ja, dat kan. En ze kunnen er een rugprotectortje in zetten. Alleen dat wat ik wil, volledige bescherming, zoals de bodyprotector, ja, dat kunnen ze dan weer net niet. Daar hebben ze niet de kwaliteit voor, zeggen ze. Nou, dat vind ik een hele eerlijke reactie. Ik vind het jammer, want het liefst zou ik dat namelijk wel willen. In mijn Revit Dominator jas zit namelijk ook veel meer protectie dan gemiddeld. Dat is echt zo'n off-the-road jas, heb ik het idee. En daar heb je echt vanaf je bovenkant elleboog tot ver onderin. Dus gewoon langere protectie. En ik hou daarvan. Ik hou gewoon van veel protectie. Ik hoop niet te vallen. Maar ja, het kan. Het kan zomaar gebeuren. El, ik heb jou... Wat zeg je? En makkelijker dan je denkt. Ja. El, ik heb jou grootgebracht met... nou ja, je kan erom lachen, maar het is wel zo. Ik heb jou echt geïndoctrineerd met... bescherming. Ja, als dit maar. Wat is jouw idee erover dan? Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, toen ik begon met het idee motorrijden, had ik ook ergens het zo van, nou lekker in spekbroekje en dan gewoon een beetje rondrijden enzovoort. Dat is lang geleden. Toen leerde ik jou kennen. In eerste instantie, toen ik jou je gear aan zag trekken, dacht ik wel eens van, jezus zeg, je bent toch geen Terminator Robocop, halleluja zeg, je zit op een motor. Maar... daar heb ik over geleerd. Protectie is het enige wat je hebt op een motor. Je zit op twee wielen. Je rijdt met een hoge snelheid. Je kan met een hoge snelheid rijden. En je zit zonder beschermende kooi om je heen. Dus op het moment dat er wat gebeurt, je ligt gelijk met je gat op de weg. Protectie is denk ik het meest belangrijke wat je jezelf cadeau kan doen naast je motorrijbewijs. Want je hebt het nodig. Uiteraard zijn er verschillende soorten protectie denkbaar. Ik bedoel, als jij crossmotor motoren rijdt, dan heb je een heel ander pakje aan dan dat je van werkverkeer en met je driedeel eronder rijdt. Dat lijkt me logisch. Moet je daar verschil kijken. Wow, gast. Of even door willen rijden. Godverdomme. Goed, ga verder. Maar goed, het hangt er natuurlijk af vanaf wat voor stijl je motor rijdt. En daar vond ik ook eerlijk in, dat heb ik ook wel eerder gezegd. Kijk, jij bent een motorrijder, ik rij motor. Er zit een verschil in. Bij jou zit het veel meer in je DNA dan dat het bij mij zit. En dat maakt ook wel degelijk uit aan wat je voorkeuren zijn. Ik denk alleen zelf wel... en dat moet ik helaas uit eigen ervaring bevestigen. Ik ben al een paar keer gaan liggen met mijn doodje. Van die lekkere ego, slecht voor je ego klappertjes van bonk om. Maar ja, weet je, dat had me zonder mijn bescherming had me dat al zeker een paar knieën gekost. En vooral handen, ja. Laat staan dat het een keer echt harder gebeurt. Als ik zie wat het me nu al gered heeft in die lullige kleine omvalacties, dan wil ik niet weten wat dat doet als je echt een keer klapper maakt. Dus... en dan hebben we het niet eens over je helm. Dan hebben we het echt puur over... puur over de kleding, ja. Puur over de kleding, ja. Ja. Dus handen, motorbroek, motorjas, whatever. Ja. Het is een totaalplaatje. Kijk, je helm... ook daar, ja, weet je, ik heb er echt heel veel van geleerd in de tijd dat ik met jou op de motor zit. En helemaal sinds ik zelf de motor rijd. Het is zo belangrijk. En natuurlijk is het een stoer plaatje. Hè? Jij hebt je tweewieler en je haan in de wind. Dat moet je ook niet doen trouwens, want die klitten die krijgen niet meer uit. Maar goed, dat is los daarvan. Het plaatje is één ding, maar je moet je hoofd even gebruiken. Je rijdt op twee wielen, volledig onbeschermd. Die protectie is het enige wat je hebt. Als je dat niet goed doet, dan vind ik het niet zo verantwoord om te stappen. Maar goed, dat ben ik. Hey! Dat is dus die golf die net kort op mijn bumper zat. Let op, want ook meteen zit hij dus achter die andere. Moet je opletten wat er gebeurt dadelijk. Moet ik oppassen dat ik niet te veel gas bijgegeven. Maar we zitten er zo meteen gewoon weer achter. Ja hoor. Die golf zat dus net achter met de douwen. Je mag hier 80, dames en heren. Vroeger was die 100. Dat is al heel lang niet meer. Maar goed. Je had al een paar keer zitten kijken. En ik zag hem net gaan. Ik had mijn vinger op het grote licht. Maar zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Nee, lekker laten gaan. Ja, hij zat al achter me te wijzen van, rij maar door. Ik denk, ja, weet je, het is goed. Daar trek ik me niet zo heel veel van aan.
lekker laten. Ja, want de afstand wordt niet heel veel groter, zeg maar. Oké, goed. Dus terug met de beschermende kleding. Nou, nogmaals, ik ben van de beschermende kleding. Ik heb El dus ook echt vanaf het begin af aan... Ik heb haar één keer mee laten rijden zonder al te veel beschermende kleding aan. Gewoon om het feit dat we het niet hadden. En ik gewoon toch haar het motorrijden wilde laten ervaren. Heb ik haar één keer meegenomen met alleen helm en handschoenen. Ja. Achteraf gezien? Achteraf, ja wat? Ja, achteraf, met de kennis van nu en het gevoel van nu, want hè, die beschermende kleding die geeft je ook een bepaalde stevigheid in je zit of je zadel. Ik zat er met mijn spijkerbroekje op, mijn hoge hakjes en mijn gewone winterjasje. Ik vond het best spannend. Oh, gast, laat. Wat laat? Als hij op zijn remmen gaat staan, zijn wij plat. Daar lijk ik uit. Maar ik ben het met je eens. Ik moet afstand houden. Maar goed. Ja, dus daarna heb ik haar niet meer zonder beschermende kleding mee laten rijden. Al was het een tweedehands pak wat we hebben gehaald waar minimale bescherming in zat. Het was wel een motorpak. Ja. Uiteindelijk heb je 3 pakken gekocht of zo? 2. Ik heb mijn leren en mijn textiel. Maar je had toch 3 motorbroeken? Ja, ik heb toen ook nog een textielbroek erbij gekocht, omdat ik graag een ander kleurtje wilde. Dan had ik de grootte van mijn kont enigszins onderschat. Dus die heb ik nooit aangehad. Maar het voordeel is wel dat Freddy nu heeft, volgens Thies, mij. Thies heeft hem. Thies heeft hem? Nee. Ja. Huh? Die bruine broek is Thies. Oké. Oh ja, tuurlijk ja. Ja. Dus, nou goed, hij is uiteindelijk wel goed terechtgekomen. Ja. Zo zie je maar, motorkleding is echt iets... Het eerste pak wat je koopt, dat, ja, weet je, dat is gewoon niet het pak wat je uiteindelijk gaat dragen. Nee. En het is geheel wat je zelf merkt, wat je zelf doet, wat je zelf ervaart. Het is zo verschrikkelijk persoonlijk. Yep. En dat is eigenlijk ook het bericht dat we mee willen geven, of wat ik in ieder geval mee wil geven is... Ik vind veiligheid super belangrijk, maar ook dat is een persoonlijk iets. Vroeger was de helm niet verplicht, tegenwoordig wel. In België schijnt, heb ik gelezen van de week, handschoenen en goede schoenen en dergelijke schijnt verplicht te zijn. Dan kijk de site even na, zou ik zeggen, of zoek het even op wat je precies moet hebben als motorrijder. Persoonlijk ben ik voorstander van dat het hier in Nederland ook gebeurt. Maar dat is mijn persoonlijke mening en ik snap dat daar tegenstanders van zijn. Dat begrijp ik heel goed. Maar nogmaals, ja, ik ben voorstander. Ja, ik en ik doe gewoon lekker truttig met je mee. Want ja, net wat ik zeg, dat is het enige wat je hebt. Dat je meedoet, komt dat nu door die ervaring van die val? Dat je zelf ziet van ja, fuck. Had dat me gebeurd zonder beschermende kleding, wat dan? Nou ja, dat speelt wel mee. Dat zeg ik inderdaad, zo hard ging ik niet. Maar als ik zie dat mijn... als ik de plekken zie die zelfs een lullig valletje op mijn kleding hebben achtergelaten, dan denk ik, nou, als dat mijn onbeschermde knie was geweest, dan... Nou, wat denk je met die kras op je motor? Ja, nou ja, precies. Kijk, en de motor zelf ook, hè. Het weegt niet niks. En als je dat dan op been krijgt, of weet ik het dat al meer, wil iedere laag die je tussen jou en dat gewicht en die hitte hebt, is gewoon belangrijk. Waarom? En dan kan je een lullig klein valletje hebben, maar dan nog, je kan zo onmogelijk terechtkomen. Ik bedoel, ja. Het zijn ook vaak die lullige vallen die zo verkeerd uitkomen, hè? Ja. Ja, zeker. Want net als die vallen, mensen, we zullen het een klein beetje uitleggen. De wiel die Ellen rijdt, is relatief hoog. Ellen heeft niet al te lange benen. Maar ben je 1,66? Ik ben gewoon klein, drijvend breed, ja hoor. 1,66, 1,67? 1,68. Nee, 1,67. Ben ik op. Oké, goed. Whatever. Hypotheek. Ze rijdt met op haar tenen. Als ze bij de stoplichten moet stoppen, staat ze net iets verder dan met de bal van de voet, zeg maar, op de grond. En dat kan je wat onzekerheid geven. Als je dus op een verkeerd moment moet stoppen, net in een bochtje, whatever, en je hangt net verkeerd met de motor, dan komt dat gewicht om
En dan ga je ook om. Ja. Dan hou je hem niet meer. En dan is het dat zijn de valletjes die waar ze het over heeft, waar we het over hebben. En als je dan net schuin naar beneden staat, dan gaat die motor nog een klein schuivertje. Nou ja, daar kan je dus onder liggen als je pech hebt. Ja. En de mazzel is dat ze dat niet heeft gehad, nee. Maar het had gekund. Ja, absoluut. Het zijn van die lullige omvallertjes en waarbij je natuurlijk ook af moet vragen, van, ja, zit je dan wel op de juiste motor, bla bla bla. Maar toch. Het is een lage motor, we zijn bezig met een andere, komt allemaal nog, verhalen komen het allemaal nog. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. Oké, dames en heren, wij zijn ter plaatse, waar we moeten zijn. Ik wens iedereen een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie dit is leuk vonden. Ik hoop dat jullie het format ook wat leuk vonden. Ik zeg eerlijk, ik had geen filmpje. Ik moet rechtdoor schijnbaar. Ja. Ik had geen filmpje, dus dit is echt een one shot, one take all. En ik hoop dat het werkt. Potman. Ah, kijk, daar. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Tot later. Joe. Doei. Ja, bijna tot ziens dan. Nog even dit. Hier kun je zien mijn Revit Dominator broek. Mijn Tiny's Wave Air Pro 2, als ik het goed heb, body protector. Wat ik hier zo mooi aan vind, is onder andere de rugprotector die zo lang is. De protectoren vanaf bijna de pols tot ver over de elleboog en de schouders. Zoals je kan zien, rugprotector echt net goed over de billen heen, zeg maar, tot hoog in de rug. Bij een gewone jas rugprotector heb je dat gewoon niet. Ik hou daarvan. Ik vind het fijn. Ik vind het veilig. Dan nog kan er iets met je gebeuren, maar goed. Borstprotector, waar ik nu aan zit, waar ik nu op klop. Echt, ik vind het fantastisch. De kooi van de auto heb je niet om je heen. Het zei zo. Deze jas is van Dame Letters. Hier, ik heb het label zien. Die heb ik tweedehands gekocht. Ik laat hem waarschijnlijk nog ietsjes aanpassen. Zoals je kan zien, zal hij net niet helemaal goed zitten. Er zit reflectie op de jas. Er zit opvallende kleuren op. Hij is een beetje oranje. Deze video doet denk ik niet helemaal deugd aan wat je ziet in het echt. Maar dat kunnen andere mensen beter beoordelen dan ik misschien. Ik vind het een heerlijke jas. Ik heb er ook een bijpassende broek bij. Die laat ik zo meteen zien. Die ga ik echt laten vermaken. Want hij past gewoon net niet. Het zit gewoon niet comfortabel. Deze jas is echt gewoon groot genoeg voor de bodyprotector. Reflecterend streep over de armen, op de rug, waar ik nu ook wijs bijvoorbeeld. Aan de zijkant, op de bovenkant van de rug, net onder het oranje. Zoals je kan zien, de bodyprotector komt er wel doorheen. Dat is een beetje jammer op zich. En natuurlijk met dikke pants, die zie je ook. Maar ja, het is wat het is. Dit is de bijpassende broek. Fantastische broek. Het enige wat hierin zit aan bescherming is schuim. En dat laat ik omzetten naar bodyprotectoren. Dus echt level 2 protectoren. En dat ga ik komende week laten doen. Nou ja, dan duurde het schijnbaar te lang. Vrouwen, hè? Ik bedoel, ik vind daar klaar ben. En dan denk ik ineens, help. Mijn handschoenen wou ik nog laten zien. Zelfs daar krijg ik de kans niet voor. Dus dan maar even wat foto's. Bedankt, tot ziens.